Ik had de hele wedstrijd het gevoel van, wat laten ze het liggen, wat laten ze het liggen. En dan komen die langzamerhand fameuze paar minuten, waar de concentratie op het eind echt goed is. Defensie dicht en dan lopen we ineens uit naar 15 punten. Dat moet een coach heel erg tevreden zijn. Ja, ik denk dat we de wedstrijd goed zijn geëindigd. Dit zijn altijd moeilijke wedstrijden. Je voelt eigenlijk aan dat je hier relatief makkelijk had kunnen winnen, maar het komt net niet los. Het is niet verkeerd. Het was een zeventje, de hele wedstrijd. En dan ineens komt Kataya terug met een aantal driepunters. En daar wordt dan heel goed op gereageerd. En dan denk ik dat eigenlijk essentieel is. En dan sta je ineens 15 voor. What's your analysis of this game? I think we stuck with it. You know, they made runs, they got some good players, they got a lot of guys that can hit shots. So I think we just stayed with it. And our rebounding was good tonight. We kind of went inside, outside, that was good. And transition again for us is a positive. Ja, dus wat is dat dan? Hè? Kijk, dat heet winning attitude, althans zo benoem ik dat. En dat betekent dat je er staat als het moet. En ook als het een beetje tegen zit. Het zit natuurlijk niet altijd mee. En die tegenstander gaat op een gegeven moment drie punten raak schieten en krijgt momentum. En dan staan een aantal mensen op. En niet eentje, maar volgens mij stonden er vier of vijf op. En dat is mooi om te zien. Het was een stuk moeilijker dan ik van tevoren had gedacht. Ja, dat is het ook. Ik denk, we hebben een reeks belangrijke wedstrijden gehad en deze was ook belangrijk. Dus je ziet vermoeidheid, zie je ook in de benen en gelukkig hebben we nog de win naar huis kunnen meenemen. Ja, gelukkig weer op het eind. Hè. Jullie hebben op de een of andere manier in het laatste kwart, in die laatste minuten, dan komt die focus aan alle kanten en jullie lopen gewoon weg. Maar is dat dan het grote verschil? Ja, ik denk dat onze kwaliteit echt bij de verdediging zit. Dat is onze doel. En ik denk dat we vandaag ook onze doelen hebben behaald. En dat is onze kracht. En dan vanaf verdediging zijn we eigenlijk niet te stoppen. A long time I thought, well, they are going to make a run line. And every time they came back. What was the difference? Was it focusing? Was it the intensity? Because at the end, there was the run, there was the focus, there were the scores. Yeah, I think just a little sloppiness on our part throughout the game. Lack of focus a little bit here and there, but you got to give them credit. They played good defense. They kind of figured our plays out, what we were running and stuff. So they did a good job scouting. So, we decided to make plays on our own a little bit. Het publiek ook fantastisch. Geweldig om te zien. Hè? Het enige verwijt dat je misschien zou kunnen maken is van, je kreeg veel meer kansen al tijdens het spel om verder uit te lopen. En het enige wat je dan niet doet, is dat laatste stukje. Dat laatste stukje, ja, precies. Dat is het ook. En ik denk dat het team tegen wie wij vandaag hebben gespeeld gewoon heel goed georganiseerd is. En ze zijn niet zomaar in de tweede ronde FIBA Cup. Dus dat zegt al heel genoeg voor hun. Maar het is voor ons ook om de thuiswedstrijden echt serieuzer aan te pakken en te winnen. Als we verder kunnen. Je hebt twee dikke nederlagen achter de rug. Dit is de eerste winst. Hoe kijk je tegen het verder verloop? Wedstrijd voor wedstrijd. Volgende winst en dan maar eens kijken hoe het ervoor staat. Is dat de tactiek? Ik denk dat je gelijk hebt eigenlijk. Wedstrijd voor wedstrijd. We leven van dag tot dag eigenlijk. Ik moet eerlijk toegeven dat we een hele goede groep hebben. Iedereen past zich aan. En met onze coachingstaf is het natuurlijk geweldig. This is the first win. And not the last. In the rope. Yeah, better not be. Because we've got goals to make it to the next round. So yeah, we got a lot of work to do. But this is a good first step. Zaterdag gewoon weer een beker, hè? Zaterdag een beker, inderdaad. Dus zaterdag en zondag, hè? We gaan het zien. Back to back. Ja. Dankjewel. We spelen heel veel wedstrijden. We zitten volgens mij dik boven de 35, even uit mijn gevoel. En iedere wedstrijd is er één. En het gevaar is bijvoorbeeld dat je nu denkt, Apollo staat wat lager in de competitie. Eén, ik vind dat niet juist om zo te denken. Je moet gewoon respect hebben voor iedere tegenstander. En dat zou disrespectvol kunnen zijn. Ik zeg niet dat het is, maar dat zou het kunnen zijn. Dus dat is mijn eigen norm eigenlijk. En daarnaast, het zijn ook wedstrijden waar je weer in kan groeien. Daarnaast is het zo dat Apollo nu Rouillet weer terug heeft. En heeft het Donar moeilijk gemaakt. Dus er is helemaal geen reden om te onderschatten of om naar wedstrijden erna te kijken. We hebben gewoon een weekend Amsterdam en daar gaan we ons op voorbereiden. Ja, want die kwartfinale moet wel gewonnen worden. Toch? Iedere wedstrijd moet gewonnen worden.